Perrien schrijft maandelijks een column in De Groene Venen. Elke keer over een andere huidbehandeling. In de column van deze maand vertel ik over het belang van een goede verzorging nadat de huid met de zon in aanraking is gekomen. Ik laat je zien hoe een zonbehandeling of eigenlijk een aftersunbehandeling in zijn werk gaat. Na de zomer is het heel erg belangrijk om de huid weer te herstellen van de schade die hij eigenlijk heeft opgelopen tijdens de zomermaanden. We gaan beginnen met het reinigen van de huid. Het reinigen van de huid is, zoals ik al eerder heb verteld, het belangrijkste stukje in de huidverzorging. De reiniging wordt afgespoeld met water. Thuis is dat ideaal onder de douche natuurlijk. In de cabine gebruiken we daar een compress voor. Dan gaan we voornamelijk kijken van waar heeft de zon wat meer schade aangebracht in de huid of waar is de huid wat gevoelig. Vooropgesteld is er natuurlijk wel van uitgegaan dat iemand met een goede zonnebrand werkt. In Nederland is dat eigenlijk minimaal factor 15. En naar het buitenland moet je toch wel heel gauw, zeker met een wat rijpere huid, werken richting de factor 30, wellicht richting de 50. Sowieso is het belangrijk om het vocht goed te herstellen, want de zon onttrekt altijd vocht van de huid. Dus daar ga ik vandaag deze behandeling op richten. Ik begin met een hele milde peeling, dat is in dit geval een enzym peel. Ik masseer het product rustig in en vervolgens breng ik een tweede laag aan over de huid. En deze laat ik 10 minuten inwerken. En die tijd is gewoon heel erg belangrijk, omdat anders de enzymen niet voldoende zijn werking hebben kunnen doen. Goed, de huid is nu lekker schoon. En het belangrijkste is dat je na een peeling altijd gaat verzorgen. Dus na een peeling of een scrub, altijd zorg dat je masker gebruikt. We hebben in de salon verschillende mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld denken aan een gevriesdroogde algen. En die gevriesdroogde algen die worden als gezicht over de huid heen gelegd. Maar je kan ook kiezen voor een crème masker. En ik zou vandaag het crème masker laten zien, omdat een crème masker ook een masker is die je heel makkelijk thuis kan gebruiken. Het is dus een quick behandeling zoals gezegd, dus eigenlijk duurt die ongeveer een half uur. Nadat je in de zon hebt gelegen, zorgt deze behandeling ervoor dat je huid weer makkelijker herstelt. En dat die weer klaar wordt gemaakt voor de winterse maanden. Volgende maand behandelt Perrien een nieuw onderwerp.